De consumentenprijzen zijn volgens voorlopige cijfers van de Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek, ABS, op maandbasis in februari 2023 ten opzichte van januari 2023 gemiddeld met 3,3% gestegen. Wordt februari 2023 met februari 2022 vergeleken, dan zijn de consumentenprijzen gemiddeld met 57,9% gestegen. Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken wil dat de excuses voor het slavernijverleden door Nederland hier in Suriname plaatsvinden. De bewindsman is blij dat Nederland het slavernijverleden erkent. Dit kwam dinsdag ter sprake tijdens een gesprek met Frederik de Man, speciaal gezant slavernijverleden uit Nederland. De Mans bezoek moet worden gezien in het licht van het dienen als voortrekker van de dialoog van Nederlandse zijde. En de wens een inventaris te willen plegen op welke wijze een bijdrage kan worden geleverd door alle maatschappelijke groepen te horen.